theoloog, helemaal afgestudeerd. En je bent al archeoloog. Ja, klopt. Is dat een logische combinatie van vakgebieden? Nou, eigenlijk, archeologie bestudeert de dode materie van mensen lang geleden. En theologen bestuderen eigenlijk de geest nu. Dus dat is eigenlijk, ligt het heel ver uit elkaar. Ja. Het is niet zo'n logische combinatie, maar ik vind het zelf wel heel, heel fascinerend. En had jij al een gelovige achtergrond? Of hoe leefde dat voor jou dan? Nee, ik ben helemaal eigenlijk niet met geloof opgegroeid. En nee, dat is iets wat mijzelf is gaan fascineren. Maar eigenlijk tijdens mijn studie theologie, want ik ben er eigenlijk helemaal als buitenstaander ingestapt, omdat ik vooral het vakpakket, ook Latijn en Grieks en inleiding wijsbegeerd. En het is gewoon een hele brede studie ook, maatschappelijk gezien. En dat interesseerde mij en daar wilde ik ook meer mee. Maar je hebt het gekozen vanwege de vakken, maar niet omdat je iets had met God, wat zeg maar best wel belangrijk is bij theologie, lijkt nee, mij. Nee, ik was eigenlijk een beetje, ook zelfs een beetje, dat woord God, dat stond me eigenlijk al niet aan. Dus het is heel bijzonder dat ik ben dat gaan studeren en aldoende ben ik helemaal, ja, eigenlijk helemaal verliefd geraakt op de katholica. Of op de, ja, ik ben ook katholiek geworden nu, vorig jaar. Dus het is voor mij echt een proces. Wow! Ja! Wat leek je daar leuk aan? Aan een studie? Wat ik mooi vind van het studeren is dat je gewoon echt op een onderwerp heel diep in kan gaan. Dat je het helemaal gaat uitpluizen. Een beetje de boekenwormachtige idee. En ja, dat heeft ook wel iets dat je daar uiteindelijk analyses maakt van kennis. En daar moet je toch een bepaalde interpretatie aan geven. Dat klinkt nog wel tamelijk droog, vind ik. Gegevens analyseren en zo. Het lijkt me als je archeologie gaat doen dat je ook hoopt om schatten te ontdekken. Of om verhalen te ontdekken van de mensen die ergens ooit hebben geleefd, toch? Ja, dat is inderdaad, dat is je fascinatie en daarom ga je die studie doen. En het grappige is, daar had ik het ook met mijn professor altijd over, die zei, nee, wij bestuderen die culturen, dat zijn allemaal potjes en pannetjes. Maar hoe je die samen analyseert en tot één geheel maakt, dat is eigenlijk een interpretatieslag die wij als archeoloog moeten doen. Ja. En daar komt ook het verhaal tot leven. En dat ongrijpbare, daar ben ik altijd naar op zoek en in geïnteresseerd. Daar nou zo fascinerend aan is hoe kan iemand geraakt worden door het geloof. En dat is wat mij eigenlijk altijd ook in kunst gefascineerd heeft. Dat als een kunstenaar je een mooi schilderij maakt, zoals hier, hoe kan het dat je daardoor geraakt wordt? Ja. Soms denk je van, doet me niks. Ja. En soms word je er echt intens door geraakt. Bijvoorbeeld het stuk muziek van Ave Maria. Als je die stem hoort, dan is dat zo mooi dat het eigenlijk breekbaar wordt. Zeg maar, ja. Die kwetsbaarheid daarin, die maakt dat het je gewoon ten diepste kan raken. En dat vind je eigenlijk ook in theologie en in religie. Als je niet dat verhaal gaat vertellen, dan blijft het dood. Ja. Dus dat, ik denk dat daar wel een bepaalde soort van eeuwige waarheid in zit. Van je moet er wel op een bepaalde manier jezelf erin kunnen geven. Dat is voor mij de link ook tussen wetenschap en kunst. Ja.